Dit is Rui Hong Xue uit de Chinese Volksrepubliek. Zij start in de binnenbaan van rit nummer 13. En deze dame, daar gaat het echt om. Christa Luding. Een dame met een geweldige Olympische ervaring, ook op de 1000 meter. 1980 Lake Placid 18e. 84 in Sarajevo 5e. En vorig jaar in Calgary goud op de 1000 meter. Eerder deze week hier al brons op de 500. Nou, hij heeft veel moderatie, deze starter in dit geval. Want er was een duidelijke beweging bij Luding. En eigenlijk ook bij haar Chinese tegenstander. Maar goed, de dames zijn gestart. En we gaan kijken naar de tussentijden van Luding. Want die zijn echt van belang, denk ik. 200 meter. 18:52. Dan ligt ze 0,3 van een seconde achter op de tijd van Bonnie Blair. Iets sneller dan Aafdink, dat wel. Luding die zo'n ontzettende kracht uitstraalt en zulke lange klappen kan maken. Dat is echt ongelooflijk mooi om dat te zien. En dan is de kwestie op deze 1000 meter alleen. Hoe lang hou je dat vol? Maar de 600 meter gaan is geen probleem voor Christa Luding. 49-01. Maar dan is ze toch 1/100ste van een seconde langzamer dan Christine Aafdink. En is het zeer de vraag of ze wel op dat podium terecht zal kunnen komen. Dan moet ze een geweldige slotronde rijden in ieder geval. De derde tijd, de bronzen positie op dit moment, is die van Monique Garbrecht met een tijd van 1:22.10. De snelste tijd van Blair ziet u rechtsboven in beeld. En hier is Luding. En ze haalt het niet hoor. 1:23.06. Luding heeft het geprobeerd. Niet gered. Zevende voorlopig. En dan kunnen we de balans opmaken van deze 1000 meter. En concluderen dat de tweede Olympische titel in één week is weggelegd voor Bonnie Blair. Na de 500 meter wint ze vandaag ook de 1000 meter. En ook net als toen op die 500 meter gaat het zilver naar dezelfde mevrouw. Dat is Chao Bo Ye uit China. En Monique Garbrecht, vandaag goed voor brons, verbetert zich ten opzichte van die 500 meter één plaats. Want toen was ze vierde, vandaag derde. En dan de Nederlandse dames. Christine Aafdink op de 4e plaats. Een sneuwe positie, want je valt dan net buiten de prijzen. Maar aan de andere kant een uitstekende prestatie van Christine uit Baanbrugge. Herman Meijer reed de laatste slotronde het snelst van alle 36 deelnemsters. Komt daar niettemin niet verder mee dan de 12e plaats. En de derde Nederlandse, Sandra Voetelink, eindigt als 16e op deze Olympische 1000 meter.